Hallo reviewvrienden, hoe is het met jullie? Is het goed? Het doosje is een beetje hoog. Komt omdat er nogal veel onder zit. Maar goed, ik weet natuurlijk niet wat eronder zit. Ja, weet ik veel wat eronder zit. Dus ja, eigenlijk is er maar één vraag. Wat zit er toch onder dat doosje? Wat heeft ons Agnetje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Het zou wel heel veel zijn. Want je ziet me bijna niet door het doosje. Dat is gek, hè? Nou, daar komt ie. Jeetje, wat veel dozen. Wat zal dat nou toch wezen? Wat zal dat toch zijn? Kellogg's, voor mij ontbijt. Nou, wat een verrassing. Dat had ik helemaal niet aan zien komen. Ik denk, jeetje, wat zit er toch onder dat doosje, joh? Zo hoog zit dat doosje. Er moet vast heel veel onder zitten. Heel veel. En er zitten er allemaal dozen Kellogg's onder. Dat is toch een verrassing voor jullie en voor mij. Hè? Zeker. Maar even serieus. Kellogg's voor bij ontbijt. Eet ik Kellogg's bij het ontbijt? Nee. Ik zal je vertellen. Nu komt een heel zielig verhaal. Ik hoop dat jullie het aan kunnen. Ik ben op een dag gestopt met zuivel. Dus ik drink geen melk en karnemelk meer, nauwelijks ooit yoghurt. Waarom? Omdat ik daar volgens de verhalen altijd holtontstekingen van kreeg en een heleboel. Ja, of dat waar is, dat weet ik helemaal niet. Misschien ontzeg ik mezelf al jaren zuivel voor Jan met de korte achternaam. Ik weet het eigenlijk niet, dus ik gebruik het eigenlijk helemaal niet. Ja, en dit, dat neem je met melk 's morgens vroeg. Dus ja, waarom zou je dan nog kopen? Ja, ik koop het dus niet. Maar ik weet wel dat ik vroeger cornflakes at. Cornflakes. Vond ik eigenlijk helemaal niet tevreden, maar goed. Zijn dit cornflakes? Dit zijn Kellogg's Tresor. Tresor, ik weet niet wat het is. Oh, dat zijn koekjes met chocolade, hazelnotenpasta, troep erin. Nou, dat is ook niet echt dat je zegt gezond. En dan hebben we hier Chocopops. Chocopops. En wat zijn Chocopops? Ja, dat staat er dan niet op wat Chocopops zijn. Is dat die gepofte rijst? Dan met een beetje choco eroverheen. Dus even kieken. Wat zit erin? Het is niet te geloven. Rijst. Dit is inderdaad gepofte rijst. Met suiker en cacao. Ik geloof ook niet dat je kind daar echt heel erg gezond van wordt. En blijft. Die worden gewoon dik. En de tanden vallen uit hun bek. Vind ik dat niet echt goed ontbijt. Maar goed. Dan hebben we hier... Smaks. En wat zijn Smaks? Smaks is niet te geloven, dat is tarwe. Gepofte tarwe. Nou, dat is misschien wel dan gezond. En wat hebben we hier? Hier hebben we Meal Pops Loops. En dat is dan, even kijken, met honing. Volkoren granenringetjes met honing. Verrijkt met vitamine en ijzer. Nou, dat lijkt bijna nog wel gezond. Dus dat is toch... Dat lijkt nog wel een beetje oké voor je. 382 calorieën in 100 gram van deze dingen. Dat vind ik best veel. 377. Daar dacht ik heel eventjes van dat die dan wel gezond waren. De Smaks. Omdat er dan niet zoveel suiker in zit. Of tenminste chocola of honing of wat dan ook. Is 377. Dat is ook gigantisch veel. En dan doen ze er wel vitamintjes bij. Hè? Er zitten overal wel vitamine B en wat zit er? D en foliumzuur. En daar hebben ze er dan wel bij gegooid. Maar dat compenseert natuurlijk niet al het suiker dat erin zit. Nou, dan zal dit, de rijst met chocolade, zal allemaal niet te geloven zijn. Ja, 382 calorieën. En hier zit inderdaad glucose, siroop, suiker, cacaopoeder. Nou, vet, cacaomassa. Ook een grote bak puinzooi. Ja, dan zal dit helemaal te janken zijn. Als je er dan nog vloeibare hazelnotenpasta erbij mietert. En ja hoor, 453 calorieën voor 100 gram. Als je dit je kind geeft, hoeft hij eigenlijk na één bakje de hele dag niet meer te eten. Dan is hij klaar. Dan heeft hij genoeg calorietjes binnen om de dag door te komen. En dat komt hij dus niet. Dus eigenlijk zit ik dit product tot op de bodem af te zeiken. Omdat dit is helemaal niet een gezond ontbijt voor koters. Je geeft ze godverdomme helemaal suiker en chocola. Ja, dat is niet... Doe dan een boterhammetje kaas, zou ik zeggen.
Maar wat? Who am I? Laten we gaan proeven. Misschien is het gewoon heel lekker. En vul die calorieën dan. Ja, trouwens moet ik met mijn dikke haarsjes nu opeens gaan lopen klagen over calorieën. Hoepie floepie floepie, bordjes, lepels en een enorme bak met melk. Oh, maar joh, dat dikke gezuivel. Hoe kom je dan 1,5 liter melk in je huis? Omdat mijn dochter dat koopt. Want die zuipt namelijk koffie met geklopte melk alsof het water is. Dus ja, de chocolade. Pop. Oh, godverdien. Alles onder die troep. Heel vervelend. Chocoladepops, hoe ziet het eruit? Nou zo, alsof er een geit in een bord af zit te schijten. Het zijn een soort lucky cookies, hoe heet dat? Fortune cookies. En, nou ja, fortune cookies lijken verdomme wel hondenbrokken. En daar zitten dan zit chocoladepasta in. Houding rondjes. Ook hartstikke leuk. En als laatste de gepofte graan of zo, weet ik veel. Dus de smacks. Hoppatee. 4 bordjes. Ringetjes. Met honing. 100 brokken. Met hazelpasta. De hazelnotenpasta erin. En gepofte, wat was het? Tarwe. Ja, en gepofte tarwe met suiker eromheen. Ziet er vreemd uit allemaal, maar het is wat het is. Ik schenk er even wat melk bij. Niet te veel, want anders kan ik morgen gelijk alweer naar het ziekenhuis. Nou, niet naar het ziekenhuis, maar ik moest op een dag geen zuivel meer eten. Ik weet eigenlijk helemaal niet wie mij die tip ooit heeft gegeven. Ik begin even met de gewone. Dus dat betekent dat ik begin met deze. Dat zijn de smacks. Dat is gepofte tarwe met suiker. Is het vies? Nee. Het is lekker. Die gepofte tarwe is lekker. En er zit zo'n ongelooflijk zoete laag omheen. Ik vind het gewoon lekker. Zo'n halve suikerpinda in een bakje melk. Hoe kan dat nou vies zijn? Nou, dat kan dus ook niet. Honingrondjes. Ook van de Kellogg's. Ik proef de honing helemaal niet. Het zijn rondjes. Die wat zoet zijn. Maar om daarna zo van de daken te gillen dat er heel erg honing is. Met een bijtje en allemaal honing. Dus ik proef de honing nauwelijks. Nee, vind ik geen moer aan. Dan gaan we naar de, ja, hoe heet die dingen, chocopops. De chocopops. Dat is gepofte rijst met cacao. Nou, hoe is die? Gepofte rijst is lekker. En de cacao smaak maakt van de melk een soort chocomelk. Dat is ook wel leuk. Godverdomme! Helemaal onder die. Goed. Alles onder de melk en de hondenbrokken. Dit is dus waarom ik dit soort dingen niet eten. Dan sla ik godverdomme weer een heel schaaltje met melk met die troep erin over mezelf heen. Nou ja, goed. Nou. Hoe zijn de hondenbrokken met de chocolade? Pas erin. 2 happen en je hebt 1000 calorieën in je mik. De hondenbrokken zijn lekker. Het is gewoon lekker. Met die chocopasta erin. En de melk. Is het super lekker? Nee. Nee, ik vind het niet echt een ontbijt. Ik vind dat je gewoon een soort koek met chocopasta zit te vreten. In een beetje melk. Ik vind dat geen ontbijt. Ik zou het mijn kinderen nooit geven. Omdat, ja. Het is niet van hier heb je ontbijt, het is hier heb je gewoon een paar kilo suiker voordat je weggaat. Zou ik niet doen. Tijd voor de cijfertjes en daarna kan ik de hele coleren bende hier gaan opruimen, schoonmaken. Want alles zit onder de melk en de troep van Kellogg's. Die Meal Pops Loops, ja, dat is een waardeloos product. De rest smaakt niet naar honing. Ja, wat blijft er nou over? Ja, en een hard rondje waar je op zit te kauwen. Allemaal leuk en aardig, maar daar hebben we niks aan. Je moet altijd doen wat je zegt en dan niet zo heel stoer doen met allemaal bijen en allemaal bakken met honing terwijl je die niet proeft. Die krijgen van mij gewoon een 3. Ja,
Het is niet vies, maar het is gewoon niet wat het zegt. Ja, daar word ik vervelend van. Tresor, ja, dat geef je je kinderen niet als ontbijt. Ik zeg je dat, ik heb 2 happen genomen. Ik ben kotsmisselijk gelijk. Dit is gewoon vloeibaar chocola in een hondenbrok. En dan met melk. Ja, je kan het wel geven. Ik denk dat kinderen wel zeggen, oh mam, dankjewel. Of pap, wat lekker. Maar wat er overblijft, is dat je kinderen gewoon repen chocola geeft voor hun ontbijt. Dat doet toch niet een normaal mens. En ik vind het misselijk maken, dus die krijgt van mij een 5. De chocopops die zijn gewoon lekker. Dat is lekker, gepofte rijst met een beetje chocola. Uiteindelijk wordt je hele melkie gewoon een chocolademelkie. Natuurlijk ook niet goed voor je, maar smaakvol en niet te zoet. Die krijgt van mij een 6. En de winnaar van deze week is Kellogg's Smacks. Waarom? Omdat dit gewoon lekker gepofte granen zijn. Met suiker eromheen. Het is gewoon lekker. Het is gewoon eerlijk. Het is ook gewoon goed te doen. En het is ook weer niet, nou ja, het is wel mierzoet, maar het is ook niet dat je denkt van, dit is zo ongezond. Die gepofte graantjes, die geven wel ergens het gevoel dat het niet slecht voor je is. Die krijgt van mij gewoon een 7'tje. Nou, ik ga lekker de boel opruimen en tot snel. Oh.